Een nog onbekende man heeft zichzelf vanavond in brand gestoken op een perron van een station in Goes. De man werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend. Het treinverkeer werd tijdelijk stilgelegd. De zesde editie van Concert at Sea is in volle gang. Het festival werd geopend door Bluff dat tijdens Cover at Sea hulp kreeg van gastmuzikanten als Jan Dulles van de 3J's. Later zong ook Paul Dominic mee. Je moet een soort combinatie maken van datgene wat je zelf heel graag wil spelen, datgene wat mensen heel graag willen horen, want dat is eigenlijk het belangrijkste. Vandaar dat je het interactief maakt en vandaar dat we ook een soort voorkeurlijst al van het begin af aan hadden gegeven. En je moet ook gewoon gekke dingen doen. En dat vinden wij heel leuk, maar dat vindt het publiek al helemaal leuk. Dus vandaar dat we AC/DC spelen en dat Norman zingt en zulke soort dingen. Vlak voor de start van de tweede etappe van de Ster Zeeuwse Eilanden werden de drie beste wielrenners van de vorige dag gehuldigd. Nummer 1 was Marianne Vos. Dat het hard ging, dat voelde ik wel, maar zo'n gat, dat was voor mij ook wel een verrassing. Als waardering voor de goede prestaties kregen onder andere oud-wielrenster Katie Hagen een eigen postzegel uitgereikt. Daarna volgde de tweede etappe van de Tour die van Middelburg via Noord-Beveland naar Vlissingen ging. Chantal Blaak won de etappe, maar Marianne Vos rijdt ook morgen nog in de leiderstrui. De Middelburgse rechtbank heeft eind 2009 wellicht de verkeerde man tot 12 jaar cel veroordeeld voor de moord op de Vlissingse Ilonka Toot. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft vastgesteld dat er geen DNA-sporen van de veroordeelde Vlissingers zijn aangetroffen op het moordwapen. Concert City is in volle gang. Gelukkig is het droog, want vanmiddag regende het nog. Wat een lekker weer, hè? Heerlijk. Maar dat mag de pret niet drukken, toch? Heeft u er wel een beetje plezier in? Ik heb er hartstikke veel plezier in. We hopen wel dat het droog wordt vandaag. Ja, ze voorspelden een bui en die valt nu al reeds. Jammer, hè? En voor wie komt u? Voor alle groepen eigenlijk. 2 dagen lang feest, ja.